Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Dian Antschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 50 hier in Australië. Ronde nummer 2 van het kampioenschap van het nieuwe seizoen. Seizoen 4 is dus gestart. Goed begonnen in Bahrein, pakte daar de pole position, maar moesten de overwinning aan Verstappen laten. Die pakte ook nog hetzelfde resultaatpunt, dus we hebben al een achterstand van 8 punten. Moeten dat dus zien goed te maken in deze race. Maar eerst kijken welke sponsoren wij nog op de auto willen gaan toevoegen. Welke het meeste geld opbrengen. En als we dat dan eenmaal hebben gedaan, dan gaan we nog even kijken naar het klassement. Max werd dus eerste, pakte de snelste race onder punt. Wij werden dus tweede. Helaas geen overwinning, maar goed, dat is geen probleem. Verstappen doet het dit keer uitstekend. We kunnen helaas niks meer updaten. Heel veel powertrain onderdelen zijn op de auto gezet. Heel veel betrouwbaarheidsonderdelen zijn op de auto gezet. Dat is goed om te zien. We moeten ons nu focussen op de faciliteiten. Om die even te gaan kopen. Misschien te zorgen dat wij daar weer wat dingen kunnen gaan upgraden bij de Research and Development Progress. Dat hebben we dus aangeschaft. Goed gedaan. Dan is het nu even tijd om de kalender op te zien te vullen met allerlei activiteiten. Heel de kalender opgevuld. Jazeker. En dan spoelen we de tijd mooi eventjes door. Nou, nieuwe onderdelen op de auto gezet. Dat is goed om te zien. Dan volgt nu een marketing development. En moeten ons rivaal gaan kiezen. En dan kiezen wij natuurlijk Sergio Perez voor Red Bull. Die is denk ik de betere coureur. Gasly gaan we denk ik makkelijk verslaan. Kunnen we nog even kijken of we geld hebben voor nog een onderdeel te kopen van de faciliteiten. Helaas niet. Dat betekent weer terug naar de kalender en weer de tijd even door zien te spoelen. Nou, de Pirelli Hot Lap doen wij dus niet. Slaan we dus over. En dan is het wel tijd voor de kwalificaties en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij ook naar het tweede kwalificatiedeel kunnen gaan toerijden. Ik verwacht van wel, ik ben ook zeer benieuwd waar Max Verstappen zou gaan eindigen in dit kwalificatiedeel. Mocht hij niet doorkomen. Maar ik verwacht allemaal van wel. Helaas nemen we de eerste bocht veel te vroeg. Gelijk een bocht, afsnijding, waarschuwing. Dat betekent dat we dus op onze tellen moeten gaan letten. Daar een klein momentje uitkomen op de exit. Heeft ons ook wat tijd gekost. Laat de bocht DRS geopend. En dan noteren wij de snelste tijd. Jazeker. Prima ronde voor ons. Komen we aan bij onze tweede ronde in Q1. Eigenlijk dan onze derde ronde, want ja, deze tweede ronde hebben we niet zoveel gedaan. We hebben alleen maar in de sparingstand gereden. En kijken of wij ons kunnen gaan verbeteren. DRS weer voor de tweede keer geopend in deze ronde. We zijn maar tienduizendste langzamer. Helaas. Misschien, nou. Pakken het wel op de exit. 15e onder onze eigen tijd gedoken. Met rood in sector 1 en 2, maar paars in sector 3. Betekent dat Leclerc alsnog sneller is gegaan. En wij missen hem op 17.000ste. Dus dat we missen hem op een 10e. Dus Leclerc snel in Q1. Op naar het tweede kwalificatiedeel. Zijn we ook inmiddels aanbeland. Als wij daar even een Red Bull rijder hebben die ons in de weg rijdt. Met nog ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok. We gaan proberen om met 1 ronde door te gaan naar Q3. Op dit moment een P16.
Eerste bocht verloopt heel erg goed, jazeker. Weer DRS geopend. En met groen in sector 1 en 2. Gaan wij proberen of dit genoeg is voor Q3. Lichtjes de muur geschampt daar met onze linker voorband. En het is een tweede tijd. Op 4/10 van Verstappen. P2 op dit moment. En daar blijven we ook op staan. Max snel in Q2. Wij door naar het laatste kwalificatiedeel. En zijn we ook aanbeland bij Q3. Vechten voor de pole position hier dus. DRS geopend. En kijken wat we kunnen doen. En moeten doen. Natuurlijk de pole pakken hier in Australië. Nog 9 minuten op de klok. Als we daar wel iemand voor hebben rijden. Piastri voorlopig naar pole position. En Gasly rijdt daar ons een beetje in de weg. Weer DRS geopend. Met de slipstream erbij. En dat is pole position. Jazeker. Pakken hem af van Piastri. Max naar P2. En wij doen het hier rustig aan, omdat iedereen naar buiten is gegaan voor een outlap. In 16.6 is de snelste ronde van ons dus. Kijken of we dus ons ook kunnen gaan verbeteren. En zo niet, dan hebben we nog voorlopig pole position. Begint gelijk goed in de eerste bocht, zeker. Pakken daar 2/10 op onze eigen tijd, maar laten het helaas liggen. Helaas in sector 1, 2 en 3. 5 seconden langzamer. Nou hebben we ook een foutje gemaakt. En dat betekent dat wij alsnog pole hebben gepakt. Jazeker. Prima eerste ronde van ons. En zijn 3/10 sneller gegaan dan Verstappen. Wij dus naar pole position. 2 uit 2 dus. Kijken of we ook onze allereerste race van het seizoen kunnen gaan winnen. Daar gaan we dan. Welcome to Albert Park for the Australian Grand Prix. For many years it was the season opener, but in recent times it fell victim to the pandemic reshuffling. I'm happy to say it is now back at the heart of the F1 calendar. It's Albert Park circuit, 3.2 miles of bumpy city streets. We have changed the turns at 1, 3, 6 and 13. They have all been widened. We've got rid of the chicane at 9 and 10. That is now a flat out right hander. It's a new look that made its debut in 2022. New life into an old classic. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Tsunoda, Norris, Russell, Leclerc, Gasly, Albon, Perez, Drugovic, Liam Lawson, Teo Porcher, Richard Vasseur, Sargent, Bottas, Oscar Piastri, Magnussen, Hauger, Joe, Stroll, and Nyck de Vries rounds off the grid. Our preparation's almost complete. Let's head down to the track. And we welcome Natalie Pinkham to the cold box once again. Nat's no weather issues to worry about. It is dry and glorious out there. Everyone can focus on the racing. Well, the regulations aren't new anymore, but the teams and the drivers are still coming to terms with them. I firmly believe it's also track specific. We've seen some wheel-to-wheel racing throughout the year. Some tracks lend themselves better to it than others. I'd like to see it at every race in the whole season. Is that too much to ask? After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Nou, dat momentum moeten we dus meenemen in deze race na de puntenfinish van de vorige wedstrijd, zegt de engineer. Strategie is medium hard. Kijken of we dat ook kunnen gaan doen. Max start op de zachte band. De rest volgens mij iedereen op de mediums.
Maar goed, eerst de formatieronde dus. Kijken wat wij kunnen gaan doen. Panden en remmen en de motor opwarmen voor de start van de race. En dan komen we dus aan bij onze startpositie. We komen er keurig in, jazeker. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 50 alweer van F1 23 My Team Career Mode. Met onszelf op pole position naast ons Verstappen op de zachte band. Daarachter Carlos Sainz. En kijken of we dit keer wraak kunnen nemen op Verstappen die de vorige race won. Wij moeten dus nu deze race gaan winnen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen prima weg. Max slecht weg. Zakt al gelijk denk ik terug tot achter Lando Norris. Nee, behoudt zijn plek. Max behoudt P2 op die zachte band. Wij hebben al een voorsprong van ruim 17e naar onze landgenoot. En rijden dus aan de leiding in de eerste ronde van de race. Zitten we in ronde nummer 2 als we daar een waarschuwing hebben vanwege de bochtafsnijding. Max zit er aan te komen, kijkt naar de binnenkant en is er voorbij. We proberen laat te remmen, lukt helaas niet. En Max pakt de leiding van ons af. Dan naar de buitenkant hier kijken, lukt ook helaas niet. Dan hier naar die binnenkant, jazeker. Duwen Max een beetje wijd en zo pakken wij de leiding weer terug. Goed gedaan. Nu is het gewoon wegrijden van mijn teamgenoot en noteren de snelste raceronde. Maar Sainz pakt dat van ons af. DRS is ook ingesteld door Race Director. We zitten in ronde nummer 5 van de race als Verstappen hier met de DRS ons nadert. En we maken hier een fout. Door het in het grind te rijden en Max is er gewoon voorbij. Voor de leiding. Probeer hier wel weer laten remmen, jazeker. En gelukkig laat Max ook ruimte over. En zo pakken wij P1 weer van hem af. Leuk spelletje tussen ons tweeën voor de leiding in de wedstrijd. Gat naar Tsunoda is 1,7 seconden, 2 seconden zelfs. 2 seconden naar de Japanner. Max volgt op 17e. En wij laten helaas rood in sector 1 en 2 noteren. Zitten we nog steeds in diezelfde ronde. Ronde nummer 6. Als Max het hier aan de buitenkant probeert. En weer remmen wij heel laat naar onze teamgenoot. En zo pakken wij P1 weer van hem af. Leclerc en Russell knokken samen om P4. Gaan er een beetje te wijd op het gras. Dat ziet Verstappen. Wij hebben gelukkig nog wat ERS tot onze beschikking. Wat kan Verstappen hier doen op dit rechte stuk in ronde nummer 7? Kan wel kijken, maar niet aanvallen. Keek naar de buitenkant. Oei, Verstappen heeft een technisch probleem. Verstappen heeft een technisch probleem. Dat betekent dat Tsunoda ons heeft aangevallen. En wij pakken hem daar mooi terug. Duwen hem een beetje wijd. Want Tsunoda is Verstappen gepasseerd voor P2. Nog steeds in de zevende ronde van de race. Nog 13 rondes te gaan in de wedstrijd. En wij dus nog altijd aan de leiding in de grote prijs. Gat naar Tsunoda is inmiddels 15e. 2/10e. 1/10e. En Tsunoda kan er niet voorbij. Nu in ronde nummer 9 van de race. Tsunoda aan de binnenkant hier. Lukt helaas niet. En dat was bijna een touché. Tsunoda moest daar even op de rem gaan staan. En ik kies ervoor om gewoon naar de harde band te duiken. Of het was zacht, weet ik niet zeker.
maar volgen gewoon de strategie. We stappen nog altijd op die zachte band in ronde nummer 9 van de race. In ronde nummer 13 van de wedstrijd, als de bewolking is weggetrokken, Max is naar binnen gedoken voor de harde band. Wij gaan dat dus nu ook doen. Onze laatste pitstop van de dag gaat dus beginnen. We komen keurig bij onze pitlane aan. Remmen op tijd. Dan nu is het voor de pitstop. Kijken wat dat wordt. 2,3. Een keurige pitstop. En komen, hoop ik, voor Verstappen en Tsunoda weer de baan op. Jazeker, nog altijd de leiding in de race in handen van ons. En met hetzelfde racerondepunt gaan wij hier, hoop ik, de volledige score pakken. Wat Max deed in Bahrein, gaan wij dan dus nu ook proberen in Australië. Maar daar zit Verstappen en die verstoort het feestje. Pakt de leiding af, kunnen laat remmen, jazeker. Max nog altijd aan die buitenkant, maar dit keer loopt het dood voor hem. En zo pakken wij P1 weer terug. Gat naar Verstappen moet minimaal 19e zijn om weg te kunnen rijden van hem. Hij probeert nu weer bij ons terug aan te vallen door middel van de slipstream en de DRS. Jazeker, Max aan de binnenkant. Lukt helaas niet. Een kleine touché. Een kleine touché tussen ons tweeën. Tsunoda probeert het nu bij Verstappen voor P2. En Max kan hier helemaal nergens langs. En dan zitten we alweer in de laatste ronde van de race. Max is helaas teruggezakt tot ongeveer 2,7 seconden. Wij gaan hier de race winnen met als snelste racerondepunt. Max wordt tweede. Pakken weer een 1-2'tje in de openingsraces van het nieuwe seizoen. We staan nu gelijk met Verstappen in het klassement. Maar een prima race van ons. Goed gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. A great race then, and a fantastic victory here at Albert Park. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, confidence breeds confidence. Success breeds success. They are very much enjoying a purple patch right now. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben ik dus uitleg van de wedstrijd. Wij hebben dit de grote prijs van Australië. Met als laatste race op de punt. Goed gedaan. Verstappen naar P2. Krijgen driver op de D. Jazeker. Tsunoda naar P3. En volgens mij één uitvaller. Dennis Hauger. Wat betekent Max nog altijd aan de leiding. Met 44 punten. Wij op P2 op 44 punten. Staan dus nu gelijk met mijn teamgenoot. Dus dat belooft nog een spannende WK-klassement te gaan worden. Want de rest volgt gewoon op ruime achterstand. Max en ik zijn zoveel sneller dan de rest van het veld. Dat het voor het eerst nu denk ik gewoon een tweestrijd wordt. Rivaal breekt dan met mezelf en Perez plus 5 voor mij plus 2 voor Sergio. 7 tegenover 3. Doen we goed. Het teamacclaim is ook weer uitstekend. Dus het door naar het sponsorgeld. 3,19 miljoen dollar erbij. Alle doelen behaald. Jazeker. Max heeft helaas 10.000 dollar misgelopen. 115.000 dollar daarvan dus er weer erbij. In totaal op de bank 16,63 miljoen dollar. Goed gedaan. Prima tweede race van ons. En het belooft nog een spannende WK te worden voor de rest van het seizoen.
Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook, om jij niet leuk vond met nu op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijkse F1-23 My Team Gremlin content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het genaam, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.